Hallo allemaal, ik ga wat leuks voor jullie maken vandaag. Ik ga glass crystals maken. Nou, wat is dat nou precies? Ik ga de awesome crystals gebruiken en vervolgens met glass gels daar een eigen tintje aan geven. Ik heb op de ondergrond alvast wildcat gelakt. En nu kun je ervoor kiezen om glanzend of mat te maken. En omdat er een kristal opkomt, vind ik het leuk om de ondergrond mat te maken. In dit geval met de extreme mat. Het is echt een super mat effect, geeft deze matte top. En hij is no wipe, dus hij laat geen plaklaag achter. Nou, de nagel is uitgehard en ik ga beginnen met het aanbrengen van de stenen. Ik heb op mijn steen, die ik hier heb liggen, heb ik al een aantal producten neergelegd. Kom maar even kijken. Ik heb hier aan de rechterkant de gemstone gel neergelegd. Daar ga ik straks de steen mee vastmaken. Ik heb de Siam glass gel hier zo, dus de lichtere blauwe. Yellow glass. En wat awesome crystals. En ik ga eerst de awesome crystals bevestigen met de gemstone gel. En die zet ik gewoon even neer op een plekje. Ik ga hem een beetje schuin neerzetten. Zo. Ongeveer in de vorm die je hebt straks van je steen. Die zet ik er vast neer. Ik ga nu met een wax tool de awesome crystal oppakken en naar mijn nagel brengen. En daar leg ik hem neer. Ik heb voldoende gemstone gel aangebracht, anders blijft deze steen niet zitten. Nou, de eerste steen zit en nu ga ik verder met wat kleinere steentjes op zijn plek te leggen. Ik pak weer een beetje gemstone gel. En ik bouw tegen de steen aan de bovenkant. Ietsje meer erbij pakken. En ik heb ongeveer in mijn hoofd hoe ik de steentjes wil hebben zitten. En ik breng ook aan de andere kant van de steen nog een beetje gemstone gel aan. Wees zelf creatief in hoe je dit wil plaatsen. Zo, ik heb twee gedeeltes gepakt. En nu ga ik met mijn wax tool de overige stenen nog oppakken. Als je denkt dat je iets te weinig gemstone gel hebt aangebracht, leg je gewoon een beetje bij. Zo, altijd liever iets te veel dan te weinig. Nou, ik vind de stenen er nu al echt fantastisch uitzien. Maar je kan natuurlijk ook je hele eigen draai geven aan deze steen. Dus dan heb je een steen die je eigenlijk nergens kan kopen, zelf gecreëerd. Dat ga ik doen met glas, met de glasgels die ik neer heb gelegd. Pak hier een yellow glas. En breng die aan over de steen. Aan de onderkant. Vind ik leuk, maar het zou net zo goed de bovenkant kunnen zijn. En zo zie je dat mijn steen eigenlijk een heel ander kleureffect krijgt. Niet te veel aanbrengen. Gewoon dun. Maak je penseeltje een klein beetje schoon. En daarna pak ik de siam. En begin met de bovenkant. Iets meer. Je ziet zelf wat er met de kleur gebeurt en wat je daarvan vindt. En hier in het midden gaan ze een beetje door elkaar en krijg ik groen. Een leuk effect. Met de grote stenen aan de zijkant ga ik precies hetzelfde doen nu. Nou, de glass gel heeft niet een hele erg plaklaag, maar ik wil hem wel super laten glimmen. Dus ik eindig ook met een supreme finish hier overheen. Maar ik breng hem heel dun aan, want het moet allemaal niet te dik worden. Dat is zonde, want dan krijg je meer een bol dan dat je uiteindelijk een mooi kristal hebt liggen. Dus heel dun laagje supreme finish. Is ook een hele dunne topgel, dus dat komt goed uit. Ik pak weer een beetje op nadat ik mijn penseeltje heb schoongemaakt. En ik breng dat heel dun aan. Heel dun lakken. Nou, nu weten jullie gelijk hoe je al je strassteenen weer een tweede leven kan geven. Kijk maar eens eventjes naar deze. Nou, dit is hem geworden. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En weer eens helemaal wat anders. Nou, bedankt voor het kijken weer. En ik ben benieuwd wat jullie met je awesome crystals gaan doen. Doei doei!